Het is vandaag dinsdag en dat betekent op de Gamescom maar één ding: persconferentiedag. Nou, ik ga zo meteen hier achter mij bij EA naar de persconferentie. EA houdt als een van de weinigen hier een persconferentie waarin hopelijk een aantal nieuwe titels worden onthuld. En natuurlijk een hoop nieuwe features van allerlei bestaande titels zoals FIFA 12, Mass Effect 3, Star Wars The Old Republic, noem het maar op. Dus ga met me mee naar binnen en kijk en geniet. De persconferentie van EA is net afgelopen en ik ben nu weer buiten. Ze hebben een hoop dingen getoond. Hè. Beelden van SSX, beelden van FIFA 12, beelden van Mass Effect 3, om maar wat voorbeelden te noemen. Maar wat veel interessanter was, er waren een aantal nieuwe titels die getoond zijn. Waaronder FIFA Street, een nieuwe street voetbaltitel van EA. Hè. Het spreekt eigenlijk voor zich, waarin straatvoetbal centraal staat. De Kingdoms of Emular. Een RPG-titel, zag er enigszins vaag uit, maar wel heel tof. Nou, nog een aantal andere titels. Wil je nou meer weten over deze titels? Ga dan even naar ed.nl/gamesblog, waar je de trailers kunt zien en waar je alvast een korte impressie van wat hier is getoond van mij kunt lezen.